In 1965 was dit lab een van de eerste op de UT. Na een grondige verbouwing eind jaren 70 was het nu tijd voor een drastische renovatie. Het is een heel mooi lab geworden. We hebben er ongeveer 7 jaar over gedaan, van begin tot eind. Maar ja, vandaag prachtige dag, mooi weer. Heel erg mooi lab, dik tevreden. Wat kunnen jullie in dit hoge druk lab wat ergens anders niet kan? We kunnen werken op hele hoge druk, tot wel 600 bar. Hele hoge temperatuur, meer dan 1000 graden Celsius. We kunnen grote opstellingen bouwen, tot wel 10 kilogram van aanvoeding per uur. Het is heel hoog het lab. We kunnen grote opstellingen, dus hoge opstellingen maken. En dat alles in een enorm veilige omgeving. Het ziet er allemaal high-tech en ingewikkeld uit. Maar wat zijn ze nu aan het uitvinden? Een hele hoop. We hebben gewerkt aan het omzetten van biomassa in olie, in pyrolyseolie. Diezelfde olie is weer gebruikt om benzine uit te maken. In de toekomst willen we graag gaan werken om CO2 af te vangen uit bijvoorbeeld de lucht. En om dat CO2 te gaan zien als een goede stof. Als een stof die we kunnen gaan gebruiken voor onze economie in plaats van een slechte stof zoals we hem nu heel vaak zien. Iedereen denkt na over een meer duurzame toekomst en brandstof en chemicaliën uit CO2, ja, die passen daar echt in. Zware deuren en dikke muren, want extreem hoge druk in combinatie met brandbaar gas lijkt een gevaarlijke combinatie. Is het ook. Als je niet de juiste expertise hebt, kan het gevaarlijk zijn. We hebben al 50 jaar expertise met deze materie en in dit lab kunnen we daar echt veilig mee werken.